Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is weer tijd voor de muursmoorsleutel, zoals je ziet. We gaan beginnen aan het diner. En dat is een barrel-aged imperial stout van 13%. Heb je de vorige reviews nog niet gezien? Check even de vorige reviews op mijn kanaal. Check ze ook even bij Thomas. Die heeft ze ook gereviewd, alle drie. Vandaag komt ook zijn review uit van ditzelfde bier. En als je dit ziet op de dag dat hij released is, komt morgen op zondag een livestream op Thomas zijn kanaal van het dessert. Een 18% ijsbok. Die gaan we ook nog reviewen. En dan is de week van Moersleutel afgesloten. Wat vind ik tot nu toe van de serie? Ik ben niet helemaal weggeblazen, moet ik zeggen. Waren leuke bieren op zich. Niet mindblowing. Dus ik hoop dat dit bier er toch een beetje verandering in gaat wennen. Terwijl ik het review vandaag, is de jongste vandaag jarig. Die wordt 1. Dus ik dacht, daar moet natuurlijk een mooi bier op gedronken worden. Dus ik dacht, dan gaan we deze gelijk maar even drinken en reviewen. Het label. En op al die labels staan sterrenbeelden. En hier staat de Gemini op. En de sterrenbeelden staan voor de vier broers. Het zijn vier beren. Alle hebben ze een ander sterrenbeeld. En geen idee van welke broer dit dan is. Dat zou ik je niet durven zeggen. Het gaat hier om een 13% Barrel Aged Imperial Stout. Ingrediënten zijn water, malted barley, oats, hops en yeast. Best before 5/2023 gebrouwen in Alkmaar in Nederland. Celebrate our fourth birthday with this series of beers. We gaan hem gewoon even openmaken en dan gewoon heel benieuwd. Aardige sis nog. Oeh, kijk het hier al. Zo dan. Nou, zoals we gewend zijn van de Moersleutel. Hun stouts zijn echt altijd super donker. Je ziet het, het is echt zo zwart als de nacht. En een hele kleine schuimkraag. Weet je, een lichtbruinige kleur. Die zal waarschijnlijk snel verdwijnen. Het gaat hier om een barrel aged beer, dus die zal er niet heel lang op staan. We gaan gewoon even naar de neus. Geroosterde mout. En je ruikt echt een beetje dat scherpe boozy randje al. Chocola. Drop. Klein beetje koffie ook. Ruikt veelbelovend. We gaan gewoon even proeven. Ik ben echt heel benieuwd. Krijgt een 4,25 op een tap. gemiddeld. Bijna geloof ik iets van 1000 check-ins nu. Dus veelbelovend als je het mij vraagt. We gaan nog wel even proeven. Proost! Ja. Dit is waarom ik dus Moersleutel drink. Niet vanwege hun sours, niet vanwege hun IPA's, soms wel. Maar hun stouts zijn echt altijd verbluffend goed. En dit is weer echt een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Oeh. Heel veel drop. Echt mooi zoet. Niet te zoet, maar heel mooi zoet.
bitter van de koffie en de chocola. De geroosterde mout komen ook heel mooi naar voren. Met een echt wel een boozy randje eraan. Maar het is een barrel aged beer. Wat er niet op staat en wat ik ook niet heb kunnen vinden is op wat voor vaten dit gelegen heeft. Dat zou ik echt niet durven zeggen. Maar hij is echt lekker. Ik vind het echt een lekker bier. Heel mooi. Heel mooi mondgevoel ook. Heel romig. Zit er eigenlijk, ja, de oat zit erin. Dus vandaar het mooie, ronde, romige mondgevoel. Maar hij is echt super lekker. Hij heeft ook mooi aan het glas plakken. Zoals je ziet. En die schuimkraag blijft er nogal best nog wel netjes op staan. Dus ik ben wel, ja. Dit is dan wel weer een aangename verrassing. De eerste twee bieren heb ik niet hoger dan 3,75 gegeven. Deze krijgt met gemak een 4,25. Misschien dat ik hem daar belaat of niet. Moet je Untappd even checken. Hij is echt heel mooi. Heel compleet. Het is niet... Hij doet gewoon wat hij moet doen. Een mooie barrel aged bier. Met een hele mooie geroosterde mout die je proeft. De chocolade, koffie, droppige. En een mooie boozy randje eraan. Niks mis mee. Onderaan de video zal ik even een linkje plaatsen naar de website van De Moersleutel. Check vooral even de review van Thomas, wat hij ervan vindt. Kijk, ik ben natuurlijk de hophead en niet de malthead zoals Thomas dat is. Dus ik check vooral even zijn review. Kijk wat hij ervan vindt. Onderaan de video vind je ook linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar Dutch Beer Collective uiteraard, waar deze ook op staat. Check de website. We hebben trouwens ook tegenwoordig een website speciaal voor het Mystery Beer. Die staat ook onderaan de video. Check die ook even. Dit was hem weer voor deze review. En ik zou zeggen, als je de dessert nog hebt staan, bewaar hem even tot zondag. Dan kan die live... Ik kan blijven meedrinken in de stream van zondag op Thomas' kanaal. Dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer.